elke keer als hij naar het nationale team gaat, valt hij gewoon 3-4 kilo af. Simpelweg omdat het eten wat daar is zo vies is, maar ook zo slecht eigenlijk georganiseerd, ja, dat hij gewoon bijna niet meer eet. Vandaag tegenover mij de vader en zoon die verantwoordelijk zijn voor de miljoenenopbrengst van Feyenoord van de afgelopen zomer. Hans en Jordan Kroon. Hoe is het om samen als vader en zoon een bedrijf te runnen en met zulke grote namen samen te werken? Want wat ik na deze podcast zeker weet, is dat topsporters het ook niet altijd makkelijk hebben. Ik ben een volleybalster, die heeft kanker als diagnose gehad. Zo'n ervaring maak je nog weer extra bewust van. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. Als ik Hans en Jordan vraag wat er in hun optiek allemaal misgaat in de topsport, ben ik stom verbaasd. Hoe de samenwerking tussen vader en zoon gaat, maar ook waar ze nog naartoe willen groeien, ga je vandaag te weten komen. In deze aflevering van Schouders Eronder. We weten gewoon dat sommige selecties 85% gewoon snoesverslaafd is. Heb jij het over een topsportklimaat? Dat 85% van je spelersgroep aan de snoes zit. Vind jij dat normaal? Vind je dat acceptabel? Dames en heren, welkom. Weer een nieuwe aflevering vandaag van Schouders Eronder. Mijn naam is Daan, host van Schouders Eronder. En tegenover mij zitten vandaag twee hele bijzondere gasten. Vader en zoon. Wat voor mij ook een grote inspiratie was om deze podcast in te plannen. Dat heeft te maken met het thema van de podcast. Zoals vele luisteraars weten is het thema van de podcast Schouders Eronder. Wat gebaseerd is op het ziektebed van mijn eigen vader die ziek werd. En wat zijn eerste woorden waren Schouders Eronder. Jullie runnen samen een bedrijf en dat inspireert mij enorm. Ik ben super benieuwd naar dat verhaal daarachter. De toptrainers achter grote voetballers, vechters en nog veel meer atleten die bij jullie in de House of Champions actief zijn. Ja. Jordan en Hans, welkom. Dankjewel. Dankjewel. Mooi dat jullie hier zijn. Zeker. Ik heb een beetje onderzoek gedaan en mijn podcast geluisterd. Ook die van jou bij Tony Barberio. Ja. En waarin het eigenlijk vaak zo is dat de zoon heel vaak opkijkt tegen de vader en business moet leren van de vader. Gaf jij in die podcast aan dat het andersom was, dat jij hem juist het zakelijke bijleert. Vertel, hoe komt dat zo? Nou, ik denk dat het niet zozeer is dat ik hem het zakelijke echt bijleer. Mm-hmm. Ik denk dat het eigenlijk het meest interessante wat wij doen is dat we eigenlijk gewoon op een heel hoog niveau met elkaar kunnen sparren. En dat kan op zakelijk gebied zijn, maar dat kan ook inderdaad op trainingsleergebied zijn. En mm-hmm. Ik denk juist, doordat we daar op hoog gebied sparren met elkaar, ja, dat we eigenlijk simpelweg het beste in beide werelden in elkaar naar boven halen. Ja, gaaf. Ik vergelijk, op een gegeven moment was ik onderzoek aan het doen. En waar ik jullie eigenlijk een beetje mee vergeleek, ook door dingen die jij aangaf in een podcast, is Tim Grover. Kennen jullie die? Die Amerikaanse trainer van Michael Jordan. Ja. En ik vergelijk, op een gegeven moment had ik zoiets van, ik vind jullie echt daar gewoon identiek aan. Van, nee, we geven ook geen compliment als je hard getraind hebt. Dat is bij ons gewoon de standaard norm. En anders kom je er gewoon niet in. En als je met mij wil werken, werk je met mij of met ons. Maar we hebben ook heel vaak spelers gehad die getraind hebben. Eén keer zijn wezen opdagen en vervolgens vriendjes hebben laten afbellen omdat ze het te zwaar en te heftig vonden. Klopt. Ja. Ja. Mooi. Ik ben benieuwd. Je geeft aan, we versterken elkaar in heel veel vlakken. Waarin versterk jij Jordan bijvoorbeeld? Ja, het is natuurlijk de vader-zoon-rol wordt vaak traditioneel ingevuld. Ik hou niet van traditionele dingen. Mm-hmm. Ik ben iemand die echt out of the box denkt, ook in dat opzicht. Ik had zelf een vader die gewoon niet communiceerde met mij. En een van de dingen die ik echt mij als eerste voornam toen hij geboren was. Van ik wil gewoon zo laagdrempelig zijn dat bij wijze van spreken alles bespreekbaar is. En ik denk dat de rol van een vader verandert met het ouder worden van het kind. Eerst ben je vooral in alle opzichten leidend en begeleidend. En steeds meer probeer je vooral het zelfinzicht tot ontwikkeling te brengen. Maar ik denk ook dingen zoals empathisch vermogen. Kan je iemand beter inmaken? Kan je mensen tools in geven? Om daar meer mee bezig te zijn door simpelweg aanraking. Dat het niet vreemd is dat een vader ook als die jongen 16 jaar is, dat je hem een knuffel geeft in het openbaar. Dus in vele opzichten kan je elkaar daarin begeleiden en eigenlijk tot elkaar komen. En ik vind vooral dat is mooi
Als je die rol met elkaar steeds ziet veranderen, met het ouder worden, krijgt hij ook meer inzichten. Mm-hmm. Ja, kan hij mij ook meer inspireren en motiveren om bepaalde dingen anders te doen. Mm-hmm. Dus ik denk niet in dat je hiërarchisch boven iemand staat, maar je staat vooral naast elkaar. Mm-hmm. Ja, zo haal je wat Jordan terecht zegt, het best in elkaar naar boven. En dat is wel primair eigenlijk hoe ik nog steeds naar het vaderschap kijk. Ja. Hoe is die samenwerking zo ontstaan? Want je vader was natuurlijk altijd al aan het trainen, begon met de gym. Vanuit daar is het een heel logisch gevolg om te zeggen van ja, ik wil me daarbij aansluiten en daarin meegaan. Maar je hebt ook zonen die zeggen van ja, mijn vader doet dat, maar bij mij trekt dat helemaal niet. Hoe is dat proces? Ja, het was voor mij eigenlijk heel simpel. Ik had er maar één droom en dat was profvoetballer worden. Mm-hmm. Toen ik eigenlijk tot de realisatie kwam dat die droom niet ging lukken, ga je natuurlijk verder kijken. Kijk, ik ben iemand die altijd werkt met eigenlijk gewoon volledig op plan A gefocust. Geen plan B, plan C, et cetera. Dus eigenlijk toen ging ik me verder oriënteren in wat vind ik leuk. Ik was natuurlijk altijd, doordat ik die droom had, altijd al bezig met fysieke ontwikkeling, mentale ontwikkeling. Mm-hmm. En hij is daar natuurlijk altijd al heel groot mee bezig geweest. Toen ik opgroeide was hij natuurlijk al bezig met Olympische atleten. En automatisch leef je natuurlijk mee in die droom. Dus ook ik ging mee naar de Olympische Spelen droomleven. Hij ging natuurlijk fysiek mee. Nou, ik ging dan op televisie meekijken. Je leeft mee met de sporters. Mm-hmm. Dus ja, je creëert sowieso al een band daarin, denk ik. Mm-hmm. En vanuit daaruit hadden we eigenlijk altijd veel gesprekken erover. En toen ben ik me er verder in gaan verdiepen. En ben ik eigenlijk die richting opgegaan met school. En zodoende ben ik eigenlijk in het bedrijf gerold. Mm-hmm. Oké. Ja, ik zie het ook gewoon zo. Kijk, als vader, ze zeggen altijd leading by example. Daar geloof ik stellig in. Mm-hmm. Ik ben zelf iemand die drinkt geen alcohol, je rookt niet. Je bent altijd bezig met gezonde voeding. Je hebt structuur in je slaap. Je bent altijd zeer gedisciplineerd en toegewijd in elke dag je trainingsarbeid verrichten. Dus dat is wat hij van jongs af aan ziet als de norm. Mm-hmm. Nou, dat is natuurlijk alleen maar mooi als je uiteindelijk je kind zo kan inspireren dat hij daar ook zijn weg in kan vinden. Mm-hmm. En ik heb altijd gezegd van, jij moet doen wat jouw hart aangeeft. Als dat een heel andere weg is, als dat ballet zou zijn of wat dan ook. Ik zal je altijd de support geven om dat te vinden waar je hart sneller van gaat kloppen. Ja, dat er een binding zat in sport, ja, dat was al vroeg duidelijk. Hè? Dat DNA-profiel, dat lijkt zoveel op die van mij. Dat het soms wel een beetje eng wordt. Mm-hmm. We denken vaak, hè, we zitten in een wedstrijd, hij zit thuis, ik zit thuis. We appen precies op hetzelfde moment dezelfde opvallende details die we zien in de wedstrijd. Dat is gewoon niet normaal. Mm-hmm. Soms ook als hij, en dat heb ik hier al, dan, jij stelt een vraag. Ik heb al een bepaald beeld van het antwoord en hij gaat het eigenlijk al invulling geven. Dus dat is gelukkig, weet je wel, dicht bij elkaar. Mm-hmm. Dat is een onbetaalbare chemie. Mm-hmm. Ja, dat is alleen maar natuurlijk mooi, maar het belangrijkste is dat hij moet er gelukkig bij zijn. Mm-hmm. En ik ben blij dat het sport geworden is. Ja, tuurlijk. Want dat is wel mooi om te horen, want je hoort natuurlijk ook best wel vaak van ouders dat ze hun kind een bepaalde richting opduwen, omdat dat hun vader of moeder dat op die manier gedaan heeft. Ja. Jij hebt Jordan daarin gewoon volledig losgelaten en zijn eigen ding laten doen. Ja, sterker nog, dat ik daar, dus als ik één ding niet wilde, was het dat. Ik wil dat het een vrijwillige keuze is, dat het zijn passie is die hij gaat vinden in het leven. Je ziet zoveel mensen dingen doen waar ze absoluut niet gelukkig van worden. Zo zonde. Mm-hmm. Dus ik heb altijd gezegd, ga iets vinden waar je bed vooruit wil komen, waar je hart sneller van gaat kloppen, waar je gewoon automatisch voelt van ja, dat is wat ik wil. Ja, en wat dat is, vindt dat gewoon uit. Dat is ook een van de redenen dat ik gezegd heb toen hij sportopleiding ging volgen. Ga alsjeblieft niet stage lopen bij mij. Ga juist bij iemand anders kijken. En ga daar ook je weg in vinden. Ja. En juist, het is altijd te makkelijk om in de comfortzone te blijven van gelijkgestemde, gelijkdenkende. Mm-hmm. Maar ga juist in gebieden zitten waar het oncomfortabel is. Mm-hmm. Want uiteindelijk gaat dat de beste impuls voor groei worden. Mm-hmm. En ook voor verrijking van inzicht. Ja, zeker. Wat heb je bijvoorbeeld op die stage die je dus dan in eerste instantie niet bij je vader hebt gedaan? Wat waren dingen die je daar tegenkwam waarvan je dacht, nou, dit wil ik absoluut op lange termijn niet gaan doen?
Nou, best wel veel eigenlijk. Nou ja, sowieso met alle respect voor die sportschool natuurlijk. Mm-hmm. Alleen, ja, het was gewoon een hele andere insteek. Het was meer richting gericht, richting wellnessachtig, richting echt klanten binnenhalen, klantenbinding. Maar mm-hmm. eigenlijk het hele stukje, ja, wat bij ons eigenlijk het belangrijkste is, mm-hmm. progressie boeken, het echt stukje sporten, het echt stukje trainen. Mm-hmm. Ja, dat ontbrak eigenlijk gewoon volledig. En al snel merkte ik dat ik op dat gebied eigenlijk al veel verder was dan de gemiddelde trainer daar. Mm-hmm. En dat het daar eigenlijk meer gericht was op klanten behouden en echt een gesprek aangaan met de klant over koetjes en kalfjes. Mm-hmm. Ja, dat was voor mij volledig nieuw. Yeah. Ik ben in een omgeving opgegroeid waarbij we onze klanten zeg maar niet leuk vonden, dan groeten we ze gewoon niet. Ja, als wij het gevoel hadden dat die niet in de sportschool hoorden, dan... Mm-hmm. Dan op de ouderwetse stempel negeerden we hem gewoon bewijzen van. Uh-huh. Ja, en daar was het echt juist naar mensen toestappen en inderdaad over niks praten, aandacht geven. Maar juist daardoor en ook zeg maar heel commercieel ingericht. Uh-huh. Maar ook op dat gebied, ja, wij hadden geen jaargesprekken. Wij deden geen analyses op commercieel gebied. Ja, uh-huh. Wij deden analyses op trainingsgebied. Uh-huh. Waar kunnen we beter worden? Waar kunnen we progressie boeken? Hoe uh-huh. kunnen we sporters op verschillende manieren prikkelen. Alleen ja, commercieel gebied zat er eigenlijk wel een natuurlijke groei in. Simpelweg mm-hmm. doordat we leefden. Mm-hmm. Maar voor de rest spraken we daar eigenlijk helemaal niks van aan. Dus ja, op dat gebied heb ik wel heel veel geleerd daar. Mm. Oké, okay. Interessant. Ja. En dan heb je die stage afgerond. Ben je vervolgens gelijk in het bedrijf gaan? Nee, ik hoefde daar eigenlijk maar een half jaar stage te lopen. Mm-hmm. En ik heb daar uiteindelijk 2 jaar lang gelopen. Okay. Dus ze boden mij na 3 maanden eigenlijk een contract aan. Dat ik buiten mijn stageuren nog wat meer uren ging draaien. En ook met de stagebegeleider van toen kon ik wel gewoon fijn sparren. Zeker op die andere gebieden. En op trainingsleer wou hij ook echt ontwikkelen. Dus dan is het een leuke wederzijdse meeting eigenlijk steeds. Mm-hmm. En eigenlijk vanuit daar is dat een beetje ontstaan. En toen uiteindelijk... Even goed nadenken. Heb ik denk ik om 16e had ik mijn eerste PT-klant. Mm-hmm. Bij ons in de sportschool eigenlijk. Ja. En vanaf mijn 18e ben ik daar fulltime gestart. Mooi. Hoe is dat voor jou? Als je zoon op een gegeven moment de eerste stap binnenzet binnen jouw bedrijf, daar aan de bak gaat. Hoe was dat voor jou op dat moment? Ja, ik voel me een bevoorrecht mens. Ja. Dat je de passie voor sport met elkaar kan delen. Dat je allebei veel gezamenlijke inzichten hebt. Mm-hmm. En dat is natuurlijk top als je al je experience en evidence die je opgebouwd hebt in al die jaren kan overdragen op je eigen zoon. Mm-hmm. Ik heb altijd wel benadrukt, weet je wel. Vind je eigen identiteit, ontwikkel je eigen identiteit. Hij mm-hmm. heeft... natuurlijk leiderschap in zich. Hij heeft een sterke persoonlijkheid. En dat vind ik juist mooi. Hij heeft wel zijn eigen kleur eraan gegeven. Mm-hmm. Maar als je daar je zoon bij kan steunen. En hij kan helpen in het ontwikkelingsproces. Ja, hoe dankbaar moet je zijn dan als vader? Ja. En dat is uitgemond. Hè, dat we eigenlijk 2, zo noem ik het dat dan, gelijkwaardige vakspecialisten zijn. Met allebei op heel veel dingen gemeenschappelijke delers, maar ook eigen inzichten. Juist mooi, dat respecteer ik. En hij inspireert me op de werkvloer, vooral door de energie die hij met zich meebrengt. En toch wel net soms iets andere inzichten dan ik heb. Mm-hmm. Ik ben vaak veel emotioneler bij processen. Dingen kunnen mij ook harder raken en hij zegt ja. Weet je, maak je er niet zo druk om. Zet alles weer even in het juiste perspectief, meer relativerend. Ja, dat is gewoon een goede aanvulling op elkaar. Dus ja, nog steeds, weet je wel, elke dag is geen vanzelfsprekendheid. Dat je deze passie met elkaar kan delen. Elke dag ben ik daar wel dankbaar voor. En ik geloof in het zijn van momenten dat je gewoon humble moet zijn. En een bepaalde nederigheid en dankbaarheid. Bewust moet beleven in je hoofd. Niks is vanzelfsprekendheid. En dat zeker niet. Hoe probeer je daar
toch echt op een goede manier bij stil te staan. Want hoe langer je het doet, hoe meer vanzelfsprekend het natuurlijk ook wordt. Zeker niet. Kijk, ik geloof heilig in reflectiemomenten creëren. Ja, dus op die manier. En reflectie is gewoon s'avonds thuis. Je komt thuis en je krijgt even kort terug op de dag. Wat is er vandaag gebeurd? Wat ging goed? Wat kan beter? Wat is de les die je eruit kan leren? En een tweede reflectiemoment voor mij is gewoon elke ochtend dat ik gewoon gezond wakker word. Ik sta op, ik voel me lekker, ik ben fit. Ik heb thuis een whirlpool, dat is mijn ademhalingsmomentje. Ik ga elke dag in die pool zitten. Ik hou van rituelen. Ja, daar ben ik dankbaar. Ik zit in de buitenlucht, zit in warm water. Ik ben kerngezond, ben topfit. Ik doe werk wat ik leuk vind. Ik kan eigenlijk mijn eigen leven regisseren. En ik kan dat delen met iemand waar je onvoorwaardelijk liefde voor hebt. Dus ja, wij maken veel in deze tijd mee. Heftige dingen van sporters die gewoon ernstig ziek worden. We hebben een volleybalster. En zij heeft toevallig ook een podcast. Oké. Okay. En die heeft kanker als diagnose gehad. Ze is een hele jonge meid. Maar ook nog eens een hele heftige vorm. Zit inmiddels zwaar in chemo. En hoe zij bijvoorbeeld dat hele proces puur als topsport benadert. Zij noemt ook het ziekenhuis haar topsportcentrum. En daar zitten alle topspecialisten bij elkaar. Ja, zo'n ervaring maak je nog weer extra bewust van. Gezondheid is geen vanzelfsprekendheid. En het is krankzinnig, weet je wel, hoeveel... Ja, jongeren op een ongelofelijke, gekke, slordige, disrespectvolle manier met hun eigen lichaam omgaan. Dat is voor mij onbegrijpelijk en het zal altijd mij versterken in... Ik wil eigen kracht uitdragen. Ik wil elke dag laten zien dat je exceptionele dingen kan bereiken, fysiek en mentaal. Met de juiste insteek, maar wel met respect voor lichaam en geest. Mm-hmm. En zo'n bittere ervaring met zo'n... volleybal, dame Meerte Schoot. Ja, zet je nog meer met beide benen te gaan. Ik heb dat niet nodig om dat te realiseren. Maar het zijn wel momenten dat je er nog extra bij stilstaat. Ja. We hebben veel sporters die heftige dingen meemaken. Wat de buitenwereld dan niet ziet. Maar wij geloven in open communicatie. Juist durven praten over gevoelens en emoties. Mm-hmm. Je kwetsbaar op durven stellen. We noemen het 3V-model. Verbinding, vertrouwen, veiligheid is de basis van samenwerking. Waardoor je ook zo'n intens ziekteproces van zo'n sporten, ja, die voel je ook binnenkomen. Ik zie dat appje gewoon al binnenkomen van ja, ik heb niet zo goed nieuws. En bam, daar kwam dat, weet je, een paar weken geleden. Dus dat zijn extra momenten om stil te staan hoe breekbaar het leven is. Ja. Ja, dat is ook iets wat ik in... Een interview met Voetbal International, volgens mij, met jou voorbij heb zien komen. Is los van het trainen, wat jullie op een hele specifieke manier doen, waar ik zo meteen ook nog veel meer over wil weten, want daar ben ik natuurlijk ook enorm benieuwd naar. Maar is ook het stukje na zo'n training, wanneer de emoties natuurlijk door het hele lijf gieren, wat voor gesprekken je dan hebt met de persoon achter een profvoetballer of een atleet, en wat daar allemaal achter zit qua emotie en pijn. Ja, ik denk dat ons als sportschool uniek maakt. Vaak stellen mensen natuurlijk de vraag van... Ja, wat is nou jullie gym wat het uniek maakt? En wat voor soort trainingsvormen, wat dan ook, doen jullie nou? Ik denk dat het belangrijkste in onze sportschool is... dat er een bepaalde sfeer, een bepaalde vibe, een bepaalde energie hangt. En die we zelf gecreëerd hebben. Mm-hmm. Waardoor je eigenlijk simpelweg exceptionele dingen kan verwachten van sporters. Omdat onze norm zo... Ja, krankzinnig hoog ligt eigenlijk, denk ik dat we juist net iets verder gaan dan gemiddelde. En dan komt er inderdaad ook bij kijken dat je een stukje personalisering, een stukje privé, en ik zie het ook als een stukje opvoeden. Mm-hmm. Je hebt vaak jongens die binnenkomen van 18, 19 jaar, die bijvoorbeeld geen supergoeie opvoeding hebben gehad, of bijvoorbeeld simpelweg de normen van topsport nog niet kennen. En eigenlijk wil je gewoon een totalitaire ontwikkeling bewerkstelligen bij die jongens. Mm-hmm. Dus je wilt niet alleen dat ze als sporter groeien, maar ook als persoon en ook op mentaal gebied wil je dat ze stappen maken. Mm-hmm. En ik denk juist dat totale plaatje, ja, dat ons exceptioneel maakt. Mm-hmm. En dat jongens bewijzen van privé dingen tegen ons vertellen die ze niet eens tegen hun eigen vrouw durven te zeggen. Ja. En ik denk dat die vertrouwensband en
ja, die relatie eigenlijk die we met de sporter hebben, dat, ja, dat dat ons uniek maakt. Ja. En dat we daardoor ook, doordat we die vertrouwensband hebben, ja, zulke goede stappen kunnen maken met die jongens en meisjes. Want los van de gesprekken die je hebt na een training, wanneer iemand volledig in hoge emotie zit en dan ineens emoties op tafel komen, wat zijn nog meer dingen waardoor jullie de sporters zich zo op hun gemak laten voelen, waardoor ze niet alleen bezig zijn met oké, ik moet een beter fysiek of een betere conditie bouwen, maar ik kan hier ook in opvoeding groeien of in mindset groeien. Hoe proberen jullie dat de best mogelijke manier te bewerkstelligen? Het belangrijkste is eigenlijk dat je hebt sporters, je hebt vele sporters die op dezelfde plek verzamelen. Mm-hmm. We hebben natuurlijk een topsportklimaat gecreëerd in onze gym. Mm-hmm. Waar veel mensen komen die allemaal als simpele doel hebben zichzelf tot maximale ontwikkeling brengen. Dus ik vergelijk het maar met lotgenoten. Er zijn een aantal mensen die trainen al 10, 12 jaar bij ons. Als juist die rookie binnenkomt, ja, je ziet mensen, ja, die hebben die hele weg al afgewandeld waar jij net aan gaat beginnen. Dat zijn mensen die al de ervaring hebben. Mm-hmm. En ook het vertrouwen hebben gegeven aan ons en wederzijds. Waardoor ze tot die groei gekomen zijn. Dus dat geeft ook weer voor hun vertrouwen van oké, hier kan dat. Hier kan ik ook op momenten dat gebeurt, kan ik huilen. En op dat moment kan ik ook gewoon helemaal openbreken. En kan ik mijn meest kwetsbare kant tonen. Omdat ze weten dat het veilig is. Kijk, en als je de diepte ingaat, zowel fysiek als mentaal, dan breek je alle muren af. Ja. En soms ontstaan er gewoon spontane huilbuien. Niet dat het elke dag een hele soap is. Maar het loskomen van emoties en gevoelens is gewoon wat bij het leven hoort. En we zitten in een tijdperk waar mensen alleen maar over data. Alsjeblieft, hey, we zijn geen robots, we zijn geen cijfers. We zijn mensen met hele diepere gevoelens en hele diepere emoties. Ja, dat mag je delen met elkaar. Daar mag je kwetsbaar in zijn. En daar kan je leren van elkaar. En juist het ontwikkelen van je sensoren, ja, dat maakt het leven rijk. En wij willen alles maar in nummers hebben. Maar we zijn geen nummer. Godzijdank niet, weet je. En ik denk vooral dat dat ons ook versterkt. Dat we dat ook uitstralen. Mm-hmm. We zijn authentiek, we zijn puur. We willen daadwerkelijk het beste voor jou creëren. Ik denk nooit aan geld. Ik denk alleen maar, hoe kan ik deze gozer triggeren? Hoe kan ik zijn opening vinden om mijn kennis en ervaring met hem te delen? Om hem te helpen. Ik wil hem helpen. Ik wil een gids voor hem zijn. Ik wil hem de weg wijzen. En ik weet gewoon, als we samen die weg vinden, ja, dat we toch grootste dingen in staat zijn. En als die sporter voelt dat de atmosfeer is waar hij in verkeert, ja, dan gaat hij open. En ik wil dat die open gaat. Want we moeten het best in elkaar naar boven halen. En daar moeten we open in zijn. En wij worden vaak gevraagd van, ook door de begeleidingsstaffen van de betaald voer, ja, geef ons data. We willen alleen maar data. Mm-hmm. Alsjeblieft. Je krijgt geen data van mij. Ik wil het niet eens over data hebben. Weet je welke data je krijgt? Die wedstrijd. Dat gaat die leveren. Maar veel interessanter, hoe komt het nou dat hij eerst niet leverde en hij gaat iets anders doen in het proces? En hij gaat ineens wel leveren. Ga daarna vragen. Dan gaan we een waardevolle discussie met elkaar krijgen. Maar jij wil alleen maar cijfers horen van mij? Jij krijgt geen cijfers. Ik heb nieuws voor je. Gaat niet gebeuren. En wat tegenwoordig, wat heel erg opvalt bij mij, ik kan wel zeggen bij ons, is dat soms wordt vergeten dat de sporter ook gewoon een persoon is. Een persoon die frustratie heeft, een persoon die op de bank wordt gezet, in zijn beleving oneerlijk wordt behandeld, ja. Die ook nog een privéleven heeft, wat heel veel mensen vergeten. Mm-hmm. Een scheiding meemaken, mensen verliezen, mensen in de nabije omgeving ziek worden. Het doet allemaal wat met een jongen. Nou, als je niet weet wat er speelt bij je sporter, dan kan je inderdaad naar je data simpelweg gaan kijken. En dan zal de data misschien aangeven dat hij inderdaad wat minder gaat presteren. Maar wat doe je met die data? Ja. En hoe kom je tot die data? En ik denk dat iets is waar de plank nog wel eens wordt misgeslagen. Omdat er simpelweg, ja, wat Hans al terecht zegt, niet meer wordt gekeken naar de persoon. Maar er wordt alleen gekeken naar een nummertje. En dat is wel iets wat opvallend is. Meten is weten, maar wat weet je dan? En wat doe je ermee? En vooral wat doe je ermee? Vooral dat. En ja, daar zien wij gewoon de gekste dingen in ontstaan. Ik noem wat voetballer.
Ja, hij heeft echt grote afstanden overbrugd, hoge intensiteit, veel sprintafstanden. Allemaal leuk en aardig. Maar Johan Cruijff zei het al. Wat was het rendement van die meters? Uiteindelijk gaat het om de efficiëntie van de meters. Gaat het nou om dat hij zoveel mogelijk kilometers draait? Of gaat het dat hij efficiënt doet wat zijn taakuitvoering vraagt? Ja, en het lijkt wel of we dat uit het oog verliezen. En nogmaals, dat wil niet zeggen dat data niet waardevol is. Natuurlijk. Alleen je moet wel het in de juiste context zetten. En je moet het wel in het totalitaire plaatje plaatsen. Een van de opvallende dingen bij betaald voetbalorganisaties. Jij bent trainer. Je hebt een selectie van spelers die je 7 dagen per week, zolang als je wilt, tot je beschikking hebt. Ga vragen aan een gemiddeld betaald voetbalorganisatiespeler hoe vaak hij een daadwerkelijk gesprek heeft gehad met zijn trainer. Inhoudelijk over aspecten buiten het voetbal. Als het 1 uur in een seizoen is, dan is het veel. Dan is hij niet spek kopen. 9 van de 10 keer, ik heb nog nooit zo'n gesprek gehad met een trainer. Dat is de norm. Ik vind het een abnormale norm. Dus het zou de basis moeten zijn hè, van ja, goed coachschap. Ik las een verhaal van Ancelotti. En er kwam een nieuwe speler bij Madrid. Ja, het eerste wat hij zei, ik zat nog net niet in mijn nieuwe huis. Werd er aan de deur gebeld. En wie stond daar? Ja, Carlos Ancelotti. Die gewoon bij mij naar binnen kwam. En echt ging informeren hoe het met me ging. En vervolgens met zijn familie gebarbecued had. En daadwerkelijk over het leven gesproken had. Voor die speler. En die speler was Rudiger. Ja, die heeft dan een aardige cv. Aardig wat clubs, zou je denken, achter de rug. Was het een unieke ervaring. Maar de man is 28 jaar. Ja, dus in 28 jaar, waarvan misschien al 9 of 10 jaar betaald voetbal op het hoogste niveau. Had nog nooit een trainer de moeite genomen om daadwerkelijk 1 uurtje of 2 uurtjes te verdiepen in de mens achter de voetballer. Ja, hoe krankzinnig is dat? Mm-hmm. Maar het is de norm. Ze vinden dat normaal. Ik vind het abnormaal. Ja, ja, dat is ook iets wat, wat jullie ook duidelijk communiceren of gecommuniceerd hebben naar de buitenwereld. Is er wordt vaak iets geconstateerd van een speler is niet fit genoeg. Ja. En er wordt vervolgens niks mee gedaan om dat aan te passen en die speler fit te maken. Klopt. Althans niet in goede maat. En dat is wat jullie... jullie worden ook wel eens genoemd als de mannen achter de miljoenen van Feyenoord bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wat zijn dingen die jullie echt volledig fout zien gaan als spelers bij jullie binnenkomen en 180 graden gedraaid zijn als gasten een paar weken of een paar maanden bij jullie gelopen hebben? Nou, het is eigenlijk heel simpel en dat is eigenlijk hoe we alles benaderen. De basics, dat zijn eigenlijk gewoon simpel de basiselementen om topsport te bedrijven. Die kloppen gewoon vaak niet. En ja, waar we het net al in het verhaal kort over hadden, over data. En er wordt altijd heel diep ingezoomd op allerlei details. Alleen vaak de basis klopt niet. Dus dat is heel simpel. Als je een huis gaat bouwen, begin je ook met de fundering en niet met de zolder. Ja, dat is eigenlijk wat wij met sporters ook doen. Mm-hmm. Dus we zorgen eerst dat alle gewoon... simpelweg alle basisfundamenten kloppen om topsport te kunnen bedrijven. En wat voor fundamenten, wat voor fundering is dat? Waar gaan jullie als een speler binnenkomt gewoon gelijk naar kijken om die fundering op orde te stellen, zeg maar? In onze visie is het heel simpel. De sporter staat centraal. Mm-hmm. De sporter zien we echt als een mens. Dus wat we gaan doen is een analyse maken van zijn huidige beginsituatie. Technisch, tactisch, fysiek, mentaal. En daaromheen gaan we eigenlijk analyseren hoe 4 pijlers ingevuld zijn. 1 is de doelgerichte training. Dan kan je alles onder scharen wat met training te maken heeft. Het hele verhaal van voeding en suppletie. Wat doet hij daarin en vooral wat doet hij niet? Mm-hmm. Het gebeuren van slaapmanagement, CQ lijfstijl. En mentale skillsontwikkeling. Eigenlijk die 4 pijlers is het raamwerk vanuit waar je de werkwijze baseert, maar ook de analyse baseert. Dus je gaat op alle fronten kijken hoe hij invulling geeft aan. Met als uitgangspunt die analyse van de persoon totalitair sportief en als mens zijn. Wat is zijn kracht en wat is zijn zwakte? Is zijn zwakte daadwerkelijk een zwakte? Of heeft het simpelweg nog nooit de juiste prikkels in zijn leven gehad om tot ontwikkeling te kunnen komen? Dus vaak wordt iets bestempeld als CQ-zwakte. Denk aan Orkoen, Koksoes en fitheid. Maar uiteindelijk werd zijn fitheid misschien wel een van zijn belangrijkste wapens, waardoor
zijn technisch en tactisch vermogen kon renderen. Dus het is goed om daar met een blanke oog ernaar te kijken. En wat je in topsport heel veel ziet, je wordt heel snel in een bepaald hoekje gestopt. Je krijgt heel snel een stempel op je voorhoofd. Dit is wie hij is en dat is het. En wij proberen daar zo objectief mogelijk naar te kijken. Die analyse proberen we ook vooral zelf te maken. Die laten we de speler zelf maken. En liefst nog iemand uit zijn specifieke omgeving. Nou, dan krijg je drie verschillende analyses die je bij elkaar legt. Dat gekoppeld aan de eerste trainingssessie, waar we daadwerkelijk jou in de oceaan droppen. Zonder handboeien. Of zonder bandjes. Zonder bandjes. En als je kop eronder gaat, dan duw je liefst nog eventjes wat langer naar beneden. Dat je er daadwerkelijk eventjes in die verstikkingsmodus komt. Ja, wat ga je doen? Ga je in de fight of de flight modus? Ga je in de rest of the guest modus? Wat doe je onder stress? Ja, onder stress komt daadwerkelijk vaak de werkelijke identiteit naar boven. Ja, van daaruit heb je een uitgangspunt. Oké, dit is wat we zien. Als we een klein beetje pressure erop gaan geven, is dit jouw natuurlijke respons? Uiteindelijk in topsport wil je een stoïcijnse mindset creëren, dat je onder alle omstandigheden, als het naar 50.000 of 100.000 omheen zit, gewoon doet wat in je zit en wat bij je taak hoort. Maar daar komt training voor kijken. Maar je moet wel eerst weten waar sta je. En dat is eigenlijk in vogelvlucht hoe wij denken en hoe wij werken. Mm-hmm. En het is veel meer dan, vaak horen we ook, ja, we hebben die gasten alleen maar hard trainen. Hun hebben het steeds maar over dat hard trainen. Terwijl, ja, Jezus Christus, als je wat wil bereiken in het leven, hoe wou je het dan doen? Met je benen in de hangmat liggen, weet je wel. Natuurlijk moet daar een bepaalde arbeidsethos hoort daarbij. Maar het moet wel rendabel zijn. Het moet wel gericht zijn wat past en wat noodzakelijk is voor die sporten om uiteindelijk te komen tot. Jullie houden er natuurlijk van om die gasten helemaal uit te putten en ze... Nee, maar dat verwoord je al niet goed. We houden er niet van. Wij moeten jou naar het next level brengen. En daar hoort iets bij aan, aan inzet en arbeidsethos. Mm-hmm. Maar het is veel meer dan dat. Mm-hmm. Het is niet... Kijk, iedere boerenlul kan iemand moe maken. Iedere boerenlul kan iemand zogenaamd laten zweten of kapot gaan. Mm-hmm. Daar gaat het niet om. Wat is noodzakelijk? Wat is de juiste stimulus om tot ontwikkeling te komen? Daar moet je naar zoeken. En dat is, ben jij in staat om die prikkel te geven dat hij elke keer gaat adapteren op dat wat je hem geeft? Dat is de kunst. Dat is trainerschap. Ja. Steeds weer zoeken naar, waar ligt zijn bovengrens? Kom je überhaupt wel in de buurt van die bovengrens? En Het is makkelijk en het is ook te kortzichtig om het in te vullen zoals jij eigenlijk die vraag stelt. Mm-hmm. Dat was vanuit daar ook de om daarop door te pakken, was ik ook benieuwd van hoe zorg je ervoor dat spelers, topatleten, zonder helemaal kapot te gaan, ook kunnen presteren op het veld door zowel helemaal inderdaad tot een bepaalde stimulus te brengen, maar dat ze wel ook nog op zaterdag of zondag die wedstrijd kunnen presteren zonder dat hun... Kijk, dit is toevallig deze discussie, die voeren we regelmatig natuurlijk. Mm-hmm. Alles wat we doen is gericht op dat. Mm-hmm. Alles wat we doen is gericht op dat jij kan leveren als je moet leveren. En als dat betekent dat jij op woensdag en zondag moet leveren, dan gaan wij alles in het maatwerk afstemmen dat jij kan leveren. Wij creëren de voorwaarden om te kunnen leveren. Dus mensen zeggen altijd, ja, maar hoe voorkom je dat je geblesseerd raakt? Nee, dat is de omgekeerde weg. Wij gaan alles creëren om juist je te laten presteren. Wij gaan de voorwaarden scheppen. Dat is ten alle tijde het uitgangspunt. Het is logisch dat je in je belasting altijd rekening houdt met de belastbaarheid van het moment. En wat is het volgende moment dat hij er weer moet staan? De topjudoka die bij ons zit. Als wij op zaterdag een Grand Slam toernooi heeft, ja, natuurlijk hou je in je periodisering rekening met wat voor belasting je loslaat op je persoon. Alleen, er is vaak veel meer mogelijk dan je beseft. Alleen als je daar nog nooit geweest bent, onbekend terrein, ja, dat is altijd een beetje eng. Nou, dan is het aan ons om uit te leggen, dit is wat we doen, dit is wat jij moet doen. En op het moment dat jij die wedstrijd hebt, ben jij gewoon ready. Dat is het garantiebewijs wat we geven.
En ik ben daar zo stellig in dat ik gewoon een no-Q, no-pay agreement wil aangaan met jou. Als ik jou niet geef wat jij zoekt, heb ik mijn werk niet goed gedaan. Want ik weet juist wel wat ik doe. Maar wat we vooral ook veel merken, is dat bijvoorbeeld een speler zit bij een club. En de club weet er bijvoorbeeld van dat hij naar ons komt. Ja. Dan is het eerste wat wordt gezegd. Zeg alsjeblieft die inhoud. Hè. Laat hem rekening houden dat zaterdag de wedstrijd is. Hè. Mm-hmm. Let op dit, let op dat. Kijk, dan word je eigenlijk al simpelweg weggezet als geen vakspecialist. Ja. Kijk, ik durf ons wel weg te zetten als vakspecialisten. We hebben de afgelopen 10 jaar en hij nog veel langer keer op keer bewezen dat we topsporters kunnen laten excelleren. En eigenlijk, ja, dat stukje dat ze ons zo wegzetten van pas op dit, ja, daar beledig je ons eigenlijk al zo mee tot op het bot. Ja. Dat je ons eigenlijk al totaal niet serieus neemt. En dat je inderdaad simpelweg alleen maar denkt dat wij spelers kapot aan het maken zijn. Mm-hmm. Ja, maar denk je nou echt dat als er spelers 2-3 keer in de week alleen maar kapot aan het maken zijn, dat ze progressie boeken? Mm-hmm. Natuurlijk niet. Tuurlijk niet, want dan is het schade op schade op schade op schade. Dat is geen progressie boeken. Wij zijn eigenlijk maar met één ding bezig. En dat is progressief opbouwen. Dus simpelweg iemand steeds beter maken. Mm-hmm. Ja, moet je daarvoor soms uit de comfortzone? Ja. Heb je daardoor af en toe lichte spierpijn? Ja. Is dat erg? Nee. En heel simpel, wat Hans net al terecht zegt, bij ons is maar één meetmoment belangrijk. Dat is die wedstrijd. En dat is voor een voetballer soms 2 keer in de week. Dat is voor een judoka soms 1 keer in de 3 maanden. Dat is bijvoorbeeld voor een Olympische atleet 1 keer in de 4 jaar. Usain Bolt zei het laatst mooi. Ik heb 4 jaar getraind voor 7 seconden. Mm-hmm. Of het was iets langer, ik weet het niet precies. Het was in ieder geval snel. Het was in ieder geval snel. 7 seconden is heel snel. Yeah. Maar ja, om even terug te komen op het punt. Voor ons is het belangrijkste meetmoment is die wedstrijd. En nogmaals, keer op keer op keer hebben we al bewezen dat sporters in de wedstrijden kunnen excelleren. Juist door de voorwaarden die wij hebben gecreëerd. En ja, dan is het wel een hele vermoeiende discussie. En heel vervelend om steeds weggezet te worden als een Spartaanse sportschool. Als een sportschool waar ze mensen alleen maar kapot maken. En dit wordt gezegd door mensen die nog nooit bij ons in de sportschool binnen zijn geweest. Mm-hmm. Die nog nooit 1 training hebben gezien. Mm-hmm. Dus ja, ik vind het altijd knap dat jij een mening kan vormen over iets wat jij nog nooit in real life hebt meegemaakt. Nee. Alleen maar van verhalen, mm-hmm. van podcasten, van YouTube-video's. Ik weet niet waar ze hun info vandaan halen. Maar mm-hmm. ik zal nooit mijn mening geven over iemand die ik nog nooit aan het werk heb gezien. Nee. Om mijn statement even te verklaren ook. Vanuit daar, ik bedoelde ook uitput in de goede zin van het woord. Want ik denk dat spelers door jullie methodiek inderdaad op niveaus komen waar ze anders nooit terecht zouden komen. Doordat jullie bepaalde methodiek toepassen in de House of Champions. Waar ze tot het gaatje gaan en in een zone komen waar ze nog nooit eerder geweest zijn. Dus dat was vanuit mij op die manier hoe ik dat invulde inderdaad. Je verwoordde het een beetje ongelukkig. Inderdaad, dat was hem. Ja, dat was hem. All right. Het klinkt al vanuit mijn perspectief of het bij jullie gewoon altijd in een stroomlijnde manier goed gaat tussen jullie twee. Zijn er ook momenten geweest vanaf het moment dat jij erbij kwam, dat jullie ook wel eens tegenover elkaar hebben gestaan, een bepaalde discussie hebben gehad? Nou, kijk, ik denk dat discussie voeren ten eerste heel gezond is. Mm-hmm. Nogmaals, we sparren eigenlijk op dagelijkse basis met elkaar. En wat Hans terecht al aangaf, haalt dat juist het beste in elkaar naar boven. Moet je voorstellen dat je alles alleen zou moeten doen. Simpelweg alleen al een gezonde discussie vormen. Laat je alweer bepaalde inzichten kijken. En zorgt er in ieder geval alweer voor dat je andere bepaalde dingen vanuit een ander daglicht bekijkt. Dus ik denk dat dat ten eerste heel belangrijk is. En ja, denk ik dat wij in grote lijnen wel zo dezelfde richting op bekijken. Dat we eigenlijk zelden tot nooit een echt als kemphanen zeg maar tegenover elkaar staan. Dat durf ik wel nooit te zeggen. Hebben we wel eens dat... we hebben bijvoorbeeld, wat ik een mooi voorbeeld vind. Toen ik net begon, had hij heel erg de neiging om te perfectioneren. Dus kwam hij bijvoorbeeld wel eens met een sporter mee. En ik heb wel eens toen wel eens het gevoel gehad dat hij mij overroelde. Juist omdat ik zo jong was, had ik een hele grote bewijsdrang. Had ik heel erg het gevoel dat ik serieus genomen moest worden. En juist daardoor had je al een achterstand. Nou, als je dan ook nog eens
ja, letterlijk door je vader eigenlijk geholpen wordt. Want dat is natuurlijk wat hij doet. Hij assisteert je. Hij probeert die sport er ook weer verder te brengen. Ja, had ik wel eens het idee dat dat bijvoorbeeld een negatieve lading kon hebben ten opzichte van mijn autoriteit. Ja, daar hebben we bijvoorbeeld wel eens een gesprek over gehad. Ja, dan is het heel simpel. Hij legt zijn standpunten neer, ik leg mijn standpunten neer. We komen tot een compromis en we groeien beide. Dus ik denk dat dat de belangrijkste insteek is, ja, ten alle tijden. En ik weet dat alles wat hij doet, dat hij dat in een zuiver hart doet. En dat is eigenlijk ook hoe wij het altijd communiceren naar onze sporters. Ja. Als geld ik je uit, al maak ik je belachelijk. Het is altijd om progressie te boeken. Het is altijd om jou beter te maken. En soms, ja, moet je over bepaalde grenzen gaan. Ik had bijvoorbeeld van het weekend nog een vechter. Heb ik de meest vreselijke dingen over zijn vrouw geroepen. Maar ik denk dat dat nodig is om hem in een bepaalde zone te krijgen waar hij performt. En als ik denk dat dat nodig is om jou te slaan, om jou uit te schelden of wat dan ook, ja, dan is dat voor mij grenzeloos. Zolang het maar uit een zuiver hart is. En ik weet in ieder geval bij hem dat de intentie altijd zuiver is. Ik kan van mezelf altijd zeggen dat de intentie zuiver is. En ik denk dat dat de belangrijkste insteek is. Ja, dit is wel belangrijk om dit in de juiste context te zien natuurlijk. Mm-hmm. Ik heb dit ook wel eens zelf ook vaker verwoord. Hè, dat het corrigerende tik, ja, kan soms nuttig zijn. Alleen je moet dat wel in de context plaatsen. Je moet weten, zoals hij terecht zet. Kijk, alles wat wij doen in coaching, maar ook alles wat wij doen in mens-tot-mens communicatie is zuiver. We willen het beste in elkaar naar boven halen. Zolang jij dingen ontvangt zo op die manier, dan zal je perceptie altijd ook beter zijn. En ik heb ook dingen over vaderschaps van sporters van mij gezegd, waar ik ze gekwetst mee heb. Ik zeg het niet om te kwetsen, maar ik zeg het wel om te confronteren, omdat ik dat in zijn mensontwikkeling een belangrijk aspect vond, waar die stappen moest gaan maken. En ik zag mijn rol daarin weggelegd om hem daar bewust van te maken. Kijk, en ook een belangrijke in onze onderlinge relatie. Kijk, ik denk dat leiderschap ook eenzaam is. Je bent altijd leidend in alle processen van heel veel verschillende sporters. Dat betekent ook vaak dat je heel vaak er alleen voor staat. En ik ben juist blij dat ik dat gevoel nu niet meer zo sterk heb als vroeger wel. Want nu kan ik dat leiderschap met hem delen en nu kan ik met hem kan ik hem ook als een klankbord gebruiken. En kan ik soms ook mijn emoties die ik een plek moet geven, bespreken met hem. Van joh, luister, het raakt me gewoon echt dit. Ik zeg, zit er gewoon mee. Ik slaap er gewoon onrustig van. Dan is het juist wel mooi dat je dat kan delen met elkaar. Dus ik... de belangrijkste ding is, zolang wij iets eisen van sporters, moeten we het ook eisen van onszelf. Ja, en dat is denk ik de belangrijkste reden dat wij nog nooit eigenlijk met de hoofden tegenover elkaar hebben gestaan. Nee. Omdat je het gewoon op de goede manier ontvangt. Neem niet weg dat soms moet je ook slikken. Maar dat is ook, daar is niks mis mee. Je hoeft niet altijd gelijk te reageren op dat wat gezegd wordt. Soms moet je gewoon even laten inzinken, eventjes jezelf ook bedenktijd geven van hè, wat bedoelde je en daarmee. Wil je het fijne van weten, ik wil nou even terugkomen op gisteren, je zei dat en dat en dat. Wat was je intentie nou eigenlijk? Of wat was de strekking van de boodschap die je over wou brengen? Want ik heb het zo ontvangen. Dat is ook weer open communicatie. Ja, want dat stukje eenzaamheid waar je het over had op het gebied van leiderschap en in het algemeen. Jij hebt jezelf ook wel eens een keer opgesloten op je hotelkamer nadat je 6 weken in trainingskamp bent geweest, gevecht binnen een paar seconden verloren volgens mij. Kawasaki, UFC, Las Vegas. Ja. Is dat nu echt anders doordat je het samen doet met je zoon, dat je die emoties wel bespreekt? Of heb je nog steeds wel dat je af en toe jezelf terugtrekt? En nou, kijk, ik heb vrij recent heb ik een gevecht in de Gelderdoom gehad met een vechter van mij. Mm-hmm. Die privé in zwaar weer zat in de hele voorbereiding. Ik wist van alles, de details wat er zich afspeelde. In die wedstrijd blokkeerde hij volledig. En kon hij absoluut niet leveren wat in hem zat. Die emoties zijn hoog dan. En dan ga ik dan terug naar de eenzaamheid. Ik kies bewust voor dat moment om gewoon eventjes de tranen de vrije loop te laten. Te schreeuwen, dat doen wat de ontlading geeft.
Op dat moment, ik weet het niet meer helemaal zeker, maar volgens mij de volgende dag heb ik hem wel gebeld. Van, joh, luister, deze pijn is zo heftig, is zo diep. Je voelt je zo leeg. Je voelt zo alsof je dat er gefaald is. Je hebt verloren van jezelf. Ik vind één ding wat je niet wil in topsport is dat iemand verliest van zichzelf. Je mag verliezen van een betere tegenstander. Maar eigenlijk verliezen van jezelf, ja, is eigenlijk wat je niet wil. Dat is eigenlijk onacceptabel. Dat is eigenlijk met alle kennis en kunde die je hebt, is juist iets wat je wil voorkomen ten alle tijden. Ja, dan is het wel prettig, weet je wel, dat je uiteindelijk dat kan bespreken met iemand. Tering, man. Ik voelde me zo slecht gisteravond. Ik heb gelegen zweet in mijn bed. Hij heeft precies dezelfde emoties. Ook vrij recent meegemaakt. Je herkent al die dingen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, ik heb dat heel sterk gehad met Olympische cyclus. Ik heb er 5 gedaan. 4 jaar lang zit je naar dat ene moment, die ene dag toe te leven. Je weet gewoon, dat moment moet het gaan gebeuren. Het is gewoon, je werkt letterlijk figuurlijk naar een climax toe. Uiteindelijk, hè, die sporter haalt die Olympische medaille. En dan zou je denken, nou, je gaat helemaal uit je dak. Maar het is heel anders dan je denkt. En soms daarna, dan kom je in een leegte terecht. Dat is onvoorstelbaar. Je hebt nog nooit zo, alsof je in een ravijn springt en er komt geen einde aan die val naar beneden. Dus soort dat gevoel. Alleen ik herken het en ik weet gewoon, bij mij is gewoon de therapie. Ik ga gewoon naar de gym en ik ga gewoon beuken. En net zo lang beuken dat ik niet meer kan denken, dat je gedachten loslaten. En ik zie het eigenlijk als, hè, er ontstaat een interne focus, connecties tussen dit en dat. Alle troep gaat er tussenuit en je bent weer puur en je bent weer zuiver en je gaat weer een soort landen. Is dat in één training opgelost? Nee, natuurlijk niet. Je hebt een x-aantal sessies om letterlijk en figuurlijk mentaal weer te resetten. En uiteindelijk weer te komen tot het stellen van, hè, van nieuwe doelen waar je weer jezelf mee gaat uitdagen. Maar die leegte, ja, die is heftig. Die is heftig. Ja. Ik denk dat we ook bijvoorbeeld in coronatijd een mooi voorbeeld hadden van een periode waarin we weinig pieken hadden. Dus voetbalcompetities werden natuurlijk stilgelegd. De Olympische sporters gingen nog wel redelijk stoïcijns door, maar ging allemaal moeizaam. Dus er waren gewoon veel minder wedstrijden, veel minder piekpunten. Ja, en dan zie je wel eigenlijk hoeveel energie en hoeveel passie je eigenlijk daarin stopt. En wij vulden dat bijvoorbeeld in door elke zondag naar de Noordzee te gaan met een groepje sporters. Iedereen die mee wou was welkom. En wij gingen simpelweg eerst een trappentraining doen. Heel zwaar, zwaar buiten je comfortzone. En eigenlijk zodra je helemaal leeg was, gingen we een kwartier lang in de Noordzee zitten. Met temperaturen van -7, -8 buiten. En simpelweg maar met één regel. Niemand gaat eruit. We gaan er pas uit na het kwartier. Nou, dat was voor ons bijvoorbeeld een perfect reset moment. Elke zondag, wekelijks momentje om weer te relativeren. Om weer simpelweg nieuwe energie op te doen. En ook om elkaar te inspireren. En nu het weer wat kouder wordt, krijgen we eigenlijk nog steeds vaker de vraag van, hey, wanneer gaan we weer? Omdat mensen, iedereen heeft die drang om te resetten. En iedereen is op een gegeven moment eenzaam en heeft negatieve gedachtes. En dan is het heel belangrijk dat je een protocol voor jezelf creëert. Hoe je daarmee om kan gaan. En dat kan voor iedereen anders zijn. Ik heb voetballers, die moet ik na een fout direct bellen of appen. Maar sommigen moet ik echt even een dagje met rust laten. En dat is per persoon verschillend. En ik denk dat dat het belangrijkste is, dat je een resetmoment voor jezelf kan creëren. Mm-hmm. Ja. Ik denk dat dat ook iets is wat je amper voorbij hebt zien of horen komen gedurende die pandemie, maar ook daarna. Jullie staan daar natuurlijk veel dichterbij. Wat voor invloed heeft de pandemie ook op topsporters gehad? Moeten we het terecht over hebben. Ja. Nou, dat is gewoon alsof hun leven stilstond. Ja. Je moet je voorstellen dat die topsporter is toegewijd aan het verwezenlijken van zijn droom. En dat is een topsportdoel. En je kan niet meer doen wat je droom is. En je wordt letterlijk en figuurlijk aan banden gelegd. Ja, ineens wordt alles heel relatief. Wat heel lang het belangrijkste in je leven was. Ja,
wordt gewoon op slot gezet. Dus dat is een serieuze mentale uitdaging geweest. Zowel voor die sporter als voor ons als trainer-coaches. Dat die heilige doelen die we zo met zoveel passie nastreven. Ja, die werden even on hold gezet. Dus dat was wel een dingetje. En wat we als eerste hebben gezegd bij het ontstaan van die pandemie is van wat er ook gebeurt. Ze hebben altijd gezegd, we hebben een stoïcijnse mindset. We blijven gewoon doorgaan wat we deden. En we wachten gewoon tot we weer kunnen doen waar we goed in zijn. Alleen we gaan wel zoeken naar alternatieven om te komen tot die resetmoment. En dat zijn inderdaad die sessies in de zee geweest voor ons dan. Hè? Wat dan toch wel iets was waar we gewoon eventjes weer konden landen met z'n allen. Maar het is heftig geweest. En nogmaals, als je kijkt naar economische schade die is aangericht. Maar ook vooral op gezondheidsgebied. Dan is een groot deel van de bevolking is daar natuurlijk door geraakt. We hebben mensen echt in een vrije val zien komen. Met verval letterlijk en figuurlijk van gezondheidsaspecten. Toename van overgewicht. Wij kennen best wel behoorlijk wat gevallen van zelfmoord die gepleegd zijn in de directe omgeving van ons. Mensen die gewoon desperate waren en geen uitweg meer zaten. En dan zie je toch wel wat de impact is van zoiets. Dan zie je ook de angst regeren natuurlijk toe. Nou, je ziet dat angst niet komt tot het nemen van de beste beslissingen. Nou, we hebben natuurlijk de meest krankzinnige dingen voorbij zien komen. Dus ik denk dat het wel heftig was. Maar het was, ik wil het niet alleen voor die topsporten heftig noemen. Maar voor iedereen was het gewoon heftig. Mm-hmm. Alleen we hebben geprobeerd zo goed mogelijk. De mensen waar wij voor staan en gaan om die begeleiding te blijven geven als een onverstoorbare coach. Onder alle omstandigheden. Ja. Ik denk het grote verschil ten opzichte van een topsporter en een normaal mens. Wat Hans terecht zegt, iedereen heeft er zwaar onder geleden. Alleen ja, een topsporter is natuurlijk echt 2 jaar in zijn carrière afgenomen. Ja. En stel je voor, je zit in een Olympische cyclus, is elke 4 jaar. Je loopt tegen een bepaalde leeftijdsgrens aan. Ja. Ik zeg maar, want je bent dan bijvoorbeeld 34. Nou, je hebt heel simpel uitgekiemd, op mijn 34ste ga ik nog 1 keer pieken. Werd de Olympische Spelen ineens gehouden toen je 36 was. Ja, waar sta je dan? Zeker na 2 jaar waar je simpelweg minder kon trainen, minder kon ontwikkelen. Ja, dan waren die 2 gouden jaren zijn gewoon letterlijk afgenomen. Ja. En dat is dus voor sommigen de key factor geweest in het slagen van hun carrière. Alles heeft naartoe geleefd om bijvoorbeeld van tussen 28 en 30 te pieken. Om in die 2 jaar wereldkampioen te worden. Om in dat jaar Olympisch kampioen te worden. Ja, ik denk dat zo'n grote impact heeft gehad op de topsporters. Waardoor er inderdaad dus ook sommigen noodgedwongen gestopt moeten zijn. Maar ook waardoor sommigen noodgedwongen geen bepaalde records hebben kunnen halen. Ja. Dus ik denk dat die impact voor een tussen haakjes normaal mens niet te begrijpen is. Nee. Ja, ik heb dus ook gewoon meegemaakt met een kickbokser of een MMA-vechter. Dat we in Italië moesten vechten. Nou, toen zat je in die hele strenge periodes. Nou, voordat je überhaupt mocht afreizen, moest je getest worden. Bij aankomst kwam je gelijk in een gesloten circuit. Nou, mensen in ruimtevaart pakken. Werden opgesloten op de kamer. Ja. We werden getest. Alle tests waren negatief doorgekomen. We lagen net te slapen. Werd gebonkt op de deur. Ik dacht, welke gek gaat een topsporter wekken midden in de nacht? Nou, bleek één van ons positief te zijn. Nou, dat betekent dat heel de wedstrijd gecanceld werd. Dus we waren voor niks de hele wedstrijdvoorbereiding doorgegaan. We waren voor niks naar Italië gevlogen. En dat betekende dat we 2 weken opgesloten zouden worden in een quarantainehotel. Ja, weet je, dus dat zijn krankzinnige dingen. En dit hele gebeuren, dat heeft zich 3 keer herhaald. Dus 3 keer is uiteindelijk die sporter zijn wedstrijd door de neus geboord. En het meest bizarre was dat positief getest worden, vervolgens thuis gaan en 2 testen doen en allebei weer negatief zijn. Dus ja, dan gaf het ook weer de willekeur aan van het testsysteem, wat zo lek als je mandje was. Mm-hmm. Maar je kan je wel voorstellen, als je gewoon elke keer toewijkt, nou, eindelijk kan ik weer vechten, kan ik ook letterlijk figuurlijk mijn brood verdienen, want hij moet leven van die gage die hij verdient met die wedstrijden. Ja, en het wordt je dan ontnomen door een simpele test die niet goed uitvalt. Ja.
Ja, dat zijn heftige dingen. En dan moet je steeds weer reset, refocus, restart. Keer op keer op keer. Ja, dat vraagt nogal wat veerkracht. Ja. Aan de andere kant, en dat is het, hè, de mooie levensles die we kunnen halen uit topsport. Ja, veerkracht hoort bij het leven. Mm-hmm. Hè, tegenslagen horen ook bij het leven. Wat doe je bij tegenslagen? Hè, ga je blijven zitten of blijven hangen in dat moment? Of ga je jezelf herpakken? En ga kijken wat je mogelijkheden weer zijn. En ga je vervolgens weer stappen maken in dat waar je altijd al mee bezig was. Mm-hmm. Maar dat het heftig was, dat is een ding wat zeker is. Een understatement. Een understatement, ja. Die fase heeft los wat jullie zeggen van topsporters, maar ook van de maatschappij in het algemeen een enorme impact gehad. Wat je net ook al aangaf. Ik zie dat heel veel jongeren met hun gezondheid omgaan. En ik denk van, hoe kan je zo ondankbaar zijn met je eigen lijf, met je eigen mentale gezondheid ook? Denk je dat die periode daar een grote impact op heeft geweest ten opzichte van hoe het daarvoor was en nu? Ja, het heeft absoluut een negatieve impact gehad. Ja, precies. Dat is, mens houdt van structuur en een mens vaart wel bij consistentie. En als de consistentie doorbroken is, toen de tijd, hè, dat natuurlijk sportscholen op slot gingen, dus je gaat eigenlijk het faciliteren lam leggen. Ja, dat betekent dat mensen uit het ritme van consistentie gaan. Ja, dan wordt het heel lastig om op te pakken. En waar zijn ze in verzand? Ja, het maakt toch allemaal niks meer uit. Mijn leven staat on hold. En niks kan meer. Ja, mensen gaan zinken. En heel veel jongeren missen toch wel de reddingsboei. Of vooral die hulp. Voor hoe ze op het juiste spoor weer gezet konden worden. Dus ik denk dat heeft absoluut niet geholpen. Dat is een ding wat zeker is. En ik heb het al vaker gezegd. Wij zouden veel meer bezig zijn met van jongs af aan kinderen bewust maken. Gezondheidsleer zou gewoon een vak moeten zijn. Voedingsleer zou gewoon een vak moeten zijn. Maar mentale skillsontwikkeling zou ook een vak moeten zijn. Want dat zijn ongelooflijk belangrijke aspecten van het leven die geleerd moeten worden. En waar mensen handvaten voor nodig hebben. En we leren jongeren heel veel, maar niet de essentie van wat het leven inhoudt. Ja, ze hebben het keihard nodig, want ze zijn zoekende. Ze vliegen alle kanten op en ze zijn bereid voor hun korte termijn doelen. Ja, de meest gekke capriolen uit te halen zonder zich bewust te zijn wat de langere termijn effecten zijn. Ja, en als jij dat inzicht niet hebt, lijkt me wel handig dat ze dat aangeleerd wordt. En het lijkt me ook wel handig om daarmee te confronteren en daar spiegels voor te houden. En ik zie dat ook, dat is een belangrijke taak, dat heb ik al vaker gezegd. Ik draag heel mijn leven uit wat eigen kracht is, wat gezondheid is en wat je daaraan kan doen. En hoe je kunt investeren in jezelf. Ja, daar moeten we jongeren nog veel meer in meenemen. Kijk, en al die gekkigheid met drugs misbruiken, snoes gebruiken, noem alle excessen maar op. Bij profvoetballers, hè? Ja, maar dat is een van de eerste dingen die wij bij spelers bespreekbaar maken. Wij weten gewoon dat sommige selecties, dat 85% gewoon snoesverslaafd is. Heb jij het over een topsportklimaat? Dat 85% van je spelersgroep aan de snoes zit? Vind jij dat normaal? Vind je dat acceptabel? Wanneer heb jij bespreekbaar gemaakt? Is dat wat ik zei van, op zaterdag jongens, 10 uur in de gym. Ik wil iets belangrijks bespreken met jullie. Ik heb gezegd van, we weten dat er veel snoesgebruik is onder voetballers. Dat jullie het als een normaal beschouwen. Wij zien het als een drugs. En wij vinden dat het niet past in het topsportplaatje. En je kan hier gewoon eerlijk zeggen wat je ervaringen ermee zijn. En je gaat schrikken van de resultaten. Het is wel bespreekbaar maken van, dit is het probleem. Wij denken dat er een oplossing is. We gaan je die hulp bieden. Maar we willen wel dat je er vanaf gaat. Ik denk ook op bijvoorbeeld heel simpel op voedingsgebied. Ja. Dat gewoon de meest basic dingen ontbreken. Ja, worden niet gefaciliteerd vanuit de club. Of kloppen simpelweg niet. Maar ook de speler zelf. Wij geven de speler eigenlijk altijd de eigen verantwoording. Mm-hmm. Dus je kan heel simpel zeggen, ja, de club faciliteert dit niet, de club doet dit niet, de club doet dat niet. Maar het is heel simpel, je bent je eigen BV binnen die grote club. Dus jij moet gewoon zorgen dat jouw BV maximaal rendeert. Ja. En uiteindelijk, als je weggaat, heb je ook niks meer met die club te maken, om het maar even zwart-wit te zeggen. Dus als je soms ziet, wij laten bijvoorbeeld spelers 3 dagen lang bijhouden wat ze eten en drinken. Tracken. Wat je daar ziet, dat is bizar, hè? Dat is lachwekkend. Ja. Ik denk een mooi verhaal is wat hij kan vertellen.
is van toen je bij Sparta werkte met die voeding? Dat moet je zelf maar vertellen. Nou, ik geval in 2000 ging ik de eerste keer bij Sparta werken fulltime. Als fysieke trainer. We hadden 2 trainingen op een dag. Nou, dan werd de 11 begeleider met de taak opgezadeld om de voeding te regelen. Nou, dan heb je een bekend broodjeshuis in Rotterdam. Ja. Was het dan niet zeg maar, de meest gezonde broodjes serveren. Nou, die hele tafel die stond vol gewoon met junkfood. En dan moet je je voorstellen, ze hebben 1 training gehad van 90 minuten. Hè? Dus het lichaam krijgt zijn eerste herstelimpuls. Wat voor input jij geeft met voeding. Eén grote troep. Dus die spelersgroep zaten aan die langwerpige tafels. Ik zei ook van mannen, stoelen allemaal een meter naar achteren. Pakte een kliek aan het einde van de tafel. Die zet ik neer. En ik ging gewoon zo'n bulldozer over die tafel. En dropte alles in die kliko. En zei ja, dit is wat we doen met junkfood. Wij zijn topsporters. Wij moeten gaan eten en leven als topsporters. En dit past gewoon niet in dat plaatje. En waarvoor koos ik voor die methodiek? Dat was gewoon het enige wat mij opkwam. Dat moet je gewoon elimineren. Mm-hmm. Ja, dus ik ging als een olifant door de porseleinkast. Je kan je voorstellen dat de populariteit bij die spelersgroep niet echt hoog was. Maar daar ging het mij niet om. Het was voor mij de normale manier. Ja, hoe je topsport invulling moest geven aan voedingsprotocollen. Mm-hmm. En wat Jordan ook terecht zegt, je schrik je kapot. Ik geef altijd het voorbeeld van Max Verstappen. Hoe groot is het team wat om de Formule 1 wagen van hem zit, die alleen maar bezig is met de brandstof? En waarom is dat? Ja, heel simpel. Jij bent ook een racewagen en we moeten maximaal vermogen uit je motor gaan halen. We moeten vermogen gaan halen. We moeten zorgen dat je dat vermogen kan blijven leveren. We moeten zorgen na de race dat kleine mankementjes verholpen kunnen worden. Ja, de rol van voeding is cruciaal in, maar ook mentale stabiliteit. Het eisen van focus, ja, dat is onafhankelijk van voedingsvoorwaarden. Ja. Je kan wel ze willen dat iemand focus levert. Maar als die simpelweg die ingrediënten niet hier heeft, ja, hoe gaat hij dat doen dan? Ja, ik zit soms wel eens beelden te kijken ook van een trainingskamp als een profclub naar het buitenland gaat met trainingskampen, weet ik het wat allemaal. Dan filmen ze of vloggen die spelers af en toe wat en dan zie je wat er allemaal voorgeschoteld wordt ook qua voeding en wat ik dan zie staan aan ongezonde kruslies en weet ik het allemaal. Ik denk van een mooi voorbeeld van een voetballer die speelt voor het nationaal team. Mm-hmm. Elke keer als hij naar het nationale team gaat, valt hij gewoon 3-4 kilo af. Simpelweg omdat het eten wat daar is zo vies is, maar ook zo slecht eigenlijk georganiseerd, ja, dat hij gewoon bijna niet meer eet. En dan kan je dat nog wel faciliteren door zelf natuurlijk dingen mee te nemen. Maar ja, uiteindelijk, als je 2 in het land speelt, je speelt er 1 thuis, speelt er 1 uit, wordt het toch lastig om 25 bakjes mee te nemen, zeg maar. Ja, ja. Dus die jongen valt gewoon elke keer 3-4 kilo af. En je ziet gewoon letterlijk als hij terugkomt, heeft hij gewoon een jasje uitgedaan. Ja. En dan praat je over het alle hoogste level. Dat is topniveau, hè? Dat is gewoon Champions League letterlijk. Dat is te krankzinnig voor woorden. Ja, bizar. Oké. Okay. Hey, vertel, ik ben super benieuwd. Waar gaat House of Champions naartoe de aankomende jaren? Wat willen jullie nog gaan bereiken? Waar gaan jullie naartoe? Nou, ik denk de belangrijkste insteek is, net als bij alle topsporters, is eigenlijk op zoek naar de grens van ontwikkeling. Hij is sinds een jaar bezig met masterclasses verzorgen. Dus dat is bijvoorbeeld een stap die we hebben gezet. We hebben natuurlijk als House of Champions een bepaalde brand neergezet. En de brand is enorm aan het groeien, aan het ontwikkelen. Nou, daar willen we in de toekomst ook dingen aan gaan plakken. Als we denken aan bijvoorbeeld misschien een eiwittenlijn, een kledinglijn. Om simpelweg die brand eigenlijk te vergroten. Maar de belangrijkste insteek voor ons is nog steeds de topsporters ontwikkelen. En we willen daarin met de hoogste categorie werken. Dus denk aan jongens in de exceptionele top van welke sport dan ook. Dus we zijn eigenlijk altijd op zoek naar verbetering van onze sporters. En de sporters die er al zijn, totalitair ontwikkelen. En als bedrijf zijn er ook daarin mee te groeien. Mm-hmm. Ja, sluit ik me bij aan. Ik denk dat het duidelijk is dat we kritisch zijn. Ja, dat heb ik al gewerkt. En als je alles begint bij jezelf. Als je kritisch bent, moet je ook kijken van nou, wat doe ik daadwerkelijk om het niveau omhoog te brengen. Ik denk dat ik in de afgelopen 40 jaar heel veel kennis en ervaring op heb gedaan die ik graag wil overdragen. Dus ik geloof
in het belang van kennisoverdracht. Ik zie een huidige generatie personal trainers, CQ coaches, ja, die nogal wat stappen te maken hebben. En dan zeg ik het heel netjes. Dus als je daar kritisch op bent, wat mijn goed recht is. Waarom? Want ik heb het simpelweg het beste met Fitness Nederland voor. Dan moet je daar ook een bijdrage in leveren. En dat is de reden dat ik masterclasses ben begonnen voor personal trainers, coaches, fysiotherapeuten. Waar ik onze visie en werkwijze stap voor stap vanuit de basics ga aanleren en overdragen. Uiteindelijk om die personal trainers, coaches ook naar een hoger niveau te brengen. En daar is veel behoefte aan, daar is veel vraag naar. Dat is belangrijk. En ik denk, als we gezamenlijk alle kennis bundelen die we in Nederland hebben op het gebied van trainingsleer, voedingsleer en noem alle dingen maar op, weet je, die belangrijk zijn. Ja, dan kunnen we naar een hoger plan komen met z'n allen. En dus daar ga ik meer in investeren. Maar zoals je het terecht zet, de motor en de belangrijkste missie blijft nog steeds het beste uit mensen naar boven halen. Elk mens die zoekt naar dat. En dat proces wat mij zou kunnen triggeren, ja, daar sta ik altijd open voor. En dat hoeft niet altijd een topsporter te zijn. Ik vind ook, weet je, een astronaut die iets exceptioneels doet, vind ik ook super fascinerend. Ik ben ook wel eens benaderd door een cabaretier. Ja, dat is ook gewoon topsportbedrijven. Dat is ook super interessant. En dan krijg je eigenlijk met dezelfde procesmatige dingen te maken die ook aan topsoort verbonden zit. En er zijn natuurlijk heel veel parallellen. Of wij hebben hoge CEO's ook in onze gym. Ja, dat is ook super interessant. Kijk, zolang het je uitdaagt, is het gewoon een levensader. En een mens gedijt wel bij uitdagingen. Aangezien wij ook mensen zijn, moeten wij ook uitgedaagd worden. Dus daar blijf je altijd naar zoeken. Ik denk dat ook een super belangrijk iets is wat jullie net benoemde over een stukje wat er misging in bijvoorbeeld corona of wat er in die periode gebeurde is. Op een gegeven moment, je hebt niet meer dat doel waar je naartoe kan werken. Je moet jezelf gaan verzinnen en je weet dat niet echt een doel is. Ja. En met name als man zijnde merk je gewoon echt dat als je een doel hebt om ergens naartoe te werken, dat jou gaande houdt. En als je dat doel eenmaal bereikt hebt, bijvoorbeeld met zo'n Olympische Spelen, dan moet je weer een nieuw doel hebben, want anders val je in zo'n zwart gat. Ja. Maar nogmaals, weet je, dat zwarte gat wat ik beschrijf is, ik zie het als een luxe gat. Tuurlijk, sowieso. Ja, mooi. Wat zie je bijvoorbeeld misgaan bij personal trainers, wat je net zelf zacht uitgedrukt noemt? Wat zijn bijvoorbeeld dingen waarvan je denkt, ja, dit zie ik en dit is totaal... Kijk, de kunst van het leven, maar ook de kunst van trainerschap is simplisme. Mm-hmm. En simplisme betekent eigenlijk... Het simpel kunnen houden is een kernwaarde waar alles mee begint. En het lijkt wel of ze die essentie niet meer begrijpen of niet meer aangeleerd krijgen van wat is nou eigenlijk echt belangrijk. En heel veel jongeren in deze tijd die zijn heel erg gericht op uiterlijk vertoon, een stukje esthetiek, hoe je het noemen wil. Ja, wat is dan de meest efficiënte manier om dat doel te bereiken? Ja, dan moet je denken vanuit de fundamentele basic movements. Wat zijn dan de functionele basic movements? Ja, die zijn eigenlijk heel simpel. Dus een squat is een hinge, is een push, is een pull en is een carry en is een rotatie. En dat is eigenlijk de belangrijkste grondvorm van bewegen, vertaald naar krachttrainingsbewegingen. Nou, en daaromheen ga je een stuk programmering bouwen die je logisch in elkaar moet steken. Het lijkt wel of die kunst van het simpel kunnen bedenken, dat helemaal steeds meer verloren gaat. Het moet allemaal high-tech zijn. Mm-hmm. Het moet allemaal interessanter gemaakt worden. Het moet allemaal een soort opgefleurd worden. We zijn gek op spectaculaire filmpjes met heel veel herrie en heel veel bombari. We zijn gek op poedertjes en pilletjes, maar het is niet de essentie. Ik denk wat echt de kern van het probleem is ten eerste is een personal trainer is een open vak. Ja. Dus iedereen, als jij je morgen personal trainer noemt, ben je personal trainer. Kunnen mensen bij jou sporten. Mm-hmm. Dus het is niet beschermd, je hoeft er niet iets voor te doen of iets voor te zijn. En de power van social media is heel groot in dit tijdperk. En waar kijken mensen naar op social media, is hoe jij eruit ziet. Dus wat je tegenwoordig al veel al ziet is... Een jongen ziet er goed uit in de sportschool.
En mensen gaan naar hem toe, gaan vragen aan hem stellen. En hij denkt, zo ja, ik heb er wel echt verstand van. Ik ga personal trainer worden. Mm-hmm. Terwijl eigenlijk alle simpelweg, alle basiscomponenten om trainer te zijn, heeft hij niet. De basiskennis heeft hij niet. Hij heeft geen idee eigenlijk simpelweg wat hij aan het doen is. Mm-hmm. Alleen hij heeft iets geprobeerd wat voor hem werkt. Heeft hij dan vervolgens verstand van trainer zijn? Nee, totaal niet. Kan die mensen laten ontwikkelen? Ja, waarschijnlijk de eerste babystapjes, maar dat lukt jou misschien ook nog wel. Alleen, kan je iemand echt verder brengen? Nee. Ja, dat is denk ik wel de kern van het probleem in ons vak. Is dat iedereen het kan worden en dat mensen al heel snel het podium voelen dat ze zichzelf trainer mogen noemen. Mm-hmm. En dat er natuurlijk een commercieel plaatje aan gekoppeld zit. En tegenwoordig, ja, laten we eerlijk zijn, alle jongeren zijn op zoek naar snel geld. Mm-hmm. Want ja, we zien op social media alleen maar de eindvormen van. Ja. We zien alleen maar miljonairs, we zien alleen maar succesvolle mensen. En we zien niet hoe ze dat bereikt hebben. We zien alleen maar het eindplaatje. Dus iedereen is op zoek naar snel geld. Dus ja, als je dan vervolgens in de sport gelopen en je ziet er een klein beetje goed uit. Of je ziet er als vrouw leuk uit. Ja, dan heb je al snel 10 tot 20 klanten. Mm-hmm. Waar komt die passie die echt bij jullie in gevroren zit, waar komt die bij jullie vandaan? Uit het hart. Ja. Dat is eigenlijk het meest simpele antwoord. Als jong kind, wat was je aan het doen? Ik was precies hetzelfde, ik was heel de dag aan het voetballen. Wat waren de meest vervelende onderbrekingen van het voetballen? School. En dat je moeder riep dat je naar binnen moest komen. Voor het avondeten. Voor het avondeten, ja. Dus wat was je doen? 4 tot 6 uur per dag was je aan het voetballen. Waarom? Ja, dat vond je leuk. He, dus het was een eerste passie die je had. Ik raakte gegrepen door imposante fysieke ontwikkeling bij sporters. Ik heb het al eens vaker gezegd. Bruce Lee dacht, wow, zo'n droog lichaam, echt mooi. Later werd het steeds groter en extremer. Maar je werd wel gefascineerd door dat. Ik weet gewoon de eerste keer, bodybuilding, ja, dat was iets. Niemand wist wat dat was. Ik las een artikel in een lokale krant in Schiedam, hadden ze een gym geopend. Daar begonnen ze met bodybuilding. Ik dacht, wat de fuck is dat, joh? Ik weet nog, die eerste dag dat ik er binnen stapte, ik zag daar een grote, imposante gast, zonnebank bruin. ik weet zijn naam, Bettes. En hij was ook nog eens operazanger, een hele aparte combinatie natuurlijk. Je stond te kijken naar die gast en je dacht gewoon, ja, die komt van Mars, weet je wel. Ja. Hoe kan een lichaam zich zo ontwikkelen? Dus dat was een soort eerste fascinatie voor fysieke ontwikkeling, ja. Dat is ook eigenlijk als een liefde die ontluikt. Het liefde voor het ijzer. Je gaat zelf als jong jongetje, ik had een drukbak in mijn kamer. En dan ging je experimenteren. Ik had de boel wel in huis. Ik had die plaatjes van al die oefeningen. Je gaat lopen trekken aan die veer als een man. Ja, dan zo'n liefde ontbloeit zich en ontwikkelt zich verder door. En nog steeds, weet je wel, dat gevoel als jij die strijd aangaat met dat ijzer, het is jij tegen die weerstand. Ja, dat is gewoon een fascinerend iets. En vooral het gevoel wat het oproept na afloop, dat je echt dingen overwonnen hebt. Ja, dat geeft zo'n euforisch gevoel en het vrijkomen van allerlei endorfine en noem alles maar op, hormonaal wat er gebeurt in het lichaam. Ja, dat is wat je voelt. En de magie van de spierpomp, het gevoel van kracht, van onoverwinnelijkheid, ontlading ook. Ja, dat is gewoon, dat is wat liefde brengt. Ja, hoe dankbaar en blij mag je zijn dat je gewoon überhaupt de keuze hebt naar die sportschool te gaan en dat te kunnen doen waar je blij van wordt en wat je liefde is. Ja, dus die liefde is puur. En daarom draag je hem ook gewoon zo over, want je weet wat de meerwaarde is. Weet je wel, net zo goed als we gewoon in elk 55-plus woningcomplex of een bejaardenhuis, we moeten gyms gaan bouwen. Weet je, die mensen moeten aan de krachttraining. Mm-hmm. Waarom? We weten allemaal hoe snel het lichaam degenereert. En we weten ook dat een 60, 70 en 80-jarige nog steeds spiermassa kan opbouwen. En waarom zijn die spieren nou zo belangrijk? Ja, het is een van de belangrijkste motorische eigenschappen om je bewegingsapparaat gewoon in functie te houden. En if you don't use it, you lose it. Ja, we weten het doen, maar wat doen we ermee? Je zal het zelf met je vader meegemaakt. Ik heb ook met mijn vader. Mijn vader gaat uit zijn werkproces. Ik heb mijn man nog nooit zo snel een vrije val zien maken in een jaar. Als dat jaar van inactiviteit. Ja. En met mijn vader. Mijn vader was een boekhouder. En dan zag ik gewoon de degeneratie van zijn hersenen.
man kon hoofdrekenen, binnen een jaar kon hij niks meer. Bizar is dat. Dus dat vermogen verloor hij. En dat is met het menselijk lichaam ook. Als je, als je niet meer beweegt, ja, dan denk ik dat het lichaam oké, is niet meer nodig. Denk, je breekt je been en je komt in gips. Een heel gespierd been. Binnen 6 weken is het een botje. Weet je, is er een atrofie plaatsgevonden en er is niks meer over. Het verdwijnt letterlijk figuurlijk als sneeuw voor de zon. Dus hoe belangrijk is een stuk krachttraining? En hoe je daar invulling aan geeft, dat zijn allerlei verschillende wegen. Maar ga alsjeblieft dat bewegingsapparaat gebruiken. Ja. Nou, en wij voelen dagelijks, hè, in alle extreme vormen wat training kan brengen. Ja, dan is het niet zo heel simpel om dat vanuit je hart te doen. Of niet zo heel ingewikkeld. Ja. Nou, ik denk ook dat je, zeg maar, ja, eigenlijk ieder persoon kan vragen die langer dan 6 maanden heeft getraind. Dat je wat voor positiviteit je eruit haalt en wat voor kracht je eruit haalt. En ik zeg altijd heel simpel, of je je nou goed voelt, slecht voelt, ziek, gaat zwak, wel, misselijk. Als je gaat trainen, je voelt je altijd beter dan ervoor. Ja, en dat is gewoon een gegeven. Ja. En dat is een gegeven wat iedereen je kan beamen. Nogmaals, die langer dan 6 maanden heeft getraind. 100%. En het gevoel wat je dan hebt als je uit de gym komt, ja, dat is onbeschrijfelijk. En dat is niet in woorden uit te drukken. En dan kunnen mensen zeggen, ja, het is wel heel fantasierijk erover, maar dat is wel wat het is. Dat is waarheid. En bedoel, we hebben allemaal wel eens een opa en oma die een keer gevallen zijn van een fiets of wat dan ook. Mm-hmm. Ja, en je ziet ze gewoon in 1 jaar tijd, zie je ze gewoon 10, 20 jaar ouder worden. En vaak zie je ze ook niet meer terugkomen. En dat is vaak eigenlijk het punt waar ze heel hard achteruit gaan. En je ziet vaak de oude, ik heb bijvoorbeeld zelf een opa en oma die bijna alles op de fiets doen. Ja, dan zie je dat die mensen eigenlijk nog zo vitaal zijn. En eigenlijk nog zo scherp blijven ook in hun hoofd. Ja. Maar hij is bijvoorbeeld laatst gevallen op de fiets. En heeft hij een weekje in bed gelegen. Ja, dan zie je hem al achteruit gaan. Ja. Niet alleen fysiek, maar vooral mentaal ook. Ja. Hij wordt gewoon gelijk minder scherp. Al zijn processen werden gewoon minder. En ja, dan zie je hoe belangrijk de essentie van sport is. Ja. Ja, essentie van het sport en het lichaam op die manier op zo goed mogelijke manier onderhouden. En dat is natuurlijk niet alleen krachttraining, dat is ook voeding, dat is ook slaap. Dat is gewoon zo belangrijk dat als je een keer een terugval hebt, dat je gewoon een bepaalde baseline hebt waar je niet onder komt. En daardoor ook weer makkelijker snel op het oude niveau terecht gaat komen. Ik heb dat met, dat is wel grappig, met Donnie Roel vind ik ook in de podcast besproken. Die heeft natuurlijk dat Hummer ongeluk gehad toen destijds. Mm-hmm. Maar omdat hij fysiek zo sterk, maar ook mentaal ook zo sterk was, had hij zo'n baseline dat hij binnen no time eigenlijk weer fit was. Ja. Waar mensen normaal 3 keer zo lang over doen, was hij binnen een paar maanden was hij weer klaar en deed hij mee aan Special Forces FIPS en heeft hij dat programma succesvol afgerond. En zo zie je maar, hoe beter je met je lichaam omgaat, hoe makkelijker je ook met een hele zware tegenslag, zowel fysiek als mentaal, om kan gaan. Klopt. Ik ben wel benieuwd. Zoals jullie weten, we hebben het al over gehad, podcast thema schouders eronder. Wat is voor jullie, en misschien is dat leuk om hem gezamenlijk te pakken, kan ook los van elkaar. Wat is voor jullie in jullie leven het schouders eronder moment geweest? Waar je echt dacht, nu moeten echt even. Dat zijn er ongetwijfeld heel veel geweest. Nou, ik denk wel dat we die los van elkaar moeten invullen. Ja? Of helemaal. Ja. Voor mij was wel een moment de scheiding van mijn ouders. Mm-hmm. Eigenlijk tot dat moment ging eigenlijk alles wel heel voortvarend. Ik was een goede leerling op school. Ik durf wel te zeggen dat ik een redelijk makkelijke jongen was in de omgang. Mm-hmm. Ik was geen hele vervelende puber of wat dan ook. En op de voetbal eigenlijk alles ging prima, ging voortvarend. En eigenlijk precies zoals ik het had uitgepland. En dat was eigenlijk mijn eerste echte grote tegenslag in mijn leven. En voor het eerst dat ik echt iets meemaakte wat ik totaal niet had aanzien komen. En wat echt een hele grote impact had op mijn leven. En ik denk dat iedere mens eigenlijk die een scheiding mee heeft gemaakt, daarover mee kan praten hoe groot die impact is in je leven. Dus ik denk dat dat voor mij het eerste moment was dat ik echt even een setback had. En dat ik dacht, inderdaad letterlijk schouders eronder en ik moet er wel wat van gaan maken. En ook hierin moet ik weer mijn draai gaan vinden. En kan het niet zo zijn dat dit mijn leven gaat veranderen of mijn leven negatief gaat veranderen. Mm-hmm. Dus dat was voor mij wel, denk ik, mijn eerste moment dat ik dacht, er moet echt iets gaan veranderen. Ik moet echt een knop omzetten. Heeft het wel vanuit daar, want je zegt, alles ging eigenlijk voortvarend, zoals school, voetbal, alles ging eigenlijk goed.
Het had je leven niet negatief moeten gaan beïnvloeden. Heeft het dat wel gedaan op een bepaalde manier? Of? Nee, ik denk dat het me wel gevormd heeft tot wie ik vandaag de dag ben. Mm-hmm. En ik denk dat ik die rugzak ook zeker meeneem. Mm-hmm. En zoals je eigenlijk alle negatieve momenten in je leven in principe een les probeert uit te halen. Dus ik denk dat het je zeker vormt. Zeker. Om op je vraag terug te komen. Ik denk niet dat het me negatief heeft gevormd. Ik denk wel dat ik er uiteindelijk positieve dingen uit heb gehaald. En mm-hmm. dat ik er ook bepaalde facetten uit heb gehaald die me verder hebben gebracht. Mm-hmm. En ik denk dat hoe je omgaat met tegenslag uiteindelijk bepalend is hoe je je leven invult. Ja. Het is heel simpel. Bij ons in de sportschool zeg ik ook altijd, die deur daar die staat altijd open. Je kan altijd weglopen. Als het vervelend wordt, kun je altijd stoppen. Als je pijn hebt, kun je altijd stoppen. Alleen ja, de boodschap van het leven is wel heel simpel. Als je stopt zodra het even tegen zit, ga je niet ver komen. En dat is ook de boodschap van daar. En nogmaals, dat is wel hoe ik in het leven sta. Dus zodra er eigenlijk simpelweg een klein beetje tegenstroming komt, ga ik harder peddelen. Mm-hmm. En dat is denk ik wel de kern waar dat ontstaan is. Is dat wel dat moment voor mij. Ben jij vanuit daar trots hoe hij daar mee om is gegaan met die periode? Ja, zeker. Kijk, voor mij zijn twee momenten in mijn leven. Het verlies van mijn moeder mm-hmm. aan kanker en de scheiding inderdaad. Ik heb de impact gezien. Het gesprek kan ik gewoon van seconde tot seconde kan ik weer afdraaien in mijn hoofd. Zijn reactie dat ik hem ging vertellen dat we uit elkaar gingen. Ik heb hem nog nooit zo emotioneel gezien. De man heeft gewoon 3 uur lang non-stop gehuild. Brak gewoon. En dat had ik nog nooit eerder meegemaakt. En ik dacht, zo, hoe kunnen 2 volwassen mensen een kind dit aandoen? Dat voelde letterlijk en figuurlijk als mm-hmm. falen. Mm-hmm. Falen is geen optie in mijn leven, maar ik heb dat wel lang zo gevoeld. Mm-hmm. Dus het heeft zowel voor hem als voor mij veel lessen gebracht. Het heeft ook tijd gekost om daar op de juiste manier een plek aan te geven. Ik heb daar echt 3 jaar de tijd voor genomen. Ik ben, 3 jaar, ja? Ja, ik ben geschreven in dagboeken waar ik mijn gevoelens en emoties aan het dagboek toevertrouwde. Ook in die periode heb ik weer ervaren dat leiderschap eenzaam kan zijn. Ik was altijd wel voor anderen, maar wie was het toen voor mij? Als ik heel eerlijk ben, niemand. En de enige die me daadwerkelijk de beste support gaf was mijn eigen zoon. En dat was heftig. Maar ik heb wel ook in die tijd mijn kwetsbaarheid getoond naar mijn sporters toe. Van joh, luister, ik zit midden in een scheiding. Dus een emotionele rollercoaster waar ik in zit. Als je iets aan me merkt waardoor onze samenwerking niet brengt wat je van verwacht, spreek het gewoon maar tegen me uit. Maar je weet in ieder geval wat er speelt. Ik wil het gewoon delen met jullie. Dus daarin heb ik ook mijn diepste gevoelens met hun gedeeld. Ja, en, het heeft echt tijd nodig gehad om een plekje te krijgen. Maar uiteindelijk heeft het ons misschien dichter als ooit bij elkaar gebracht. Mm-hmm. Niet dat we dat nodig hadden, maar ik ervaarde weer hoe wij voor elkaar zijn in juist die moeilijke periode. En eigenlijk op het moment dat hij na x aantal jaren tegen mij zei van, ik snap je, ik weet waarom je die keuze gemaakt hebt. Was voor mij wel alsof er een hele last van mijn schouders afviel. Mm-hmm. En het verlies van mijn moeder, dat was een heftige periode. Mijn moeder kreeg kanker en zij was heel bewust dat zij geen chemo wou. Geen rotzooi in haar lijf. Nou, zeker in die tijd, dan ging je helemaal in tegen de reguliere geneeskunst. En werd je letterlijk en figuurlijk voor gek verklaard. Dus wij hebben voor de Moerman-therapie gekozen. Dat was toen de meest alternatieve kankerbehandelingswijze. We zijn voor alles uitgemaakt wat mooi en lelijk is. Mm-hmm. Dat is gewoon bizar wat zij heeft moeten doorstaan. En ja, dat was gewoon heftig. Dat was gewoon heftig. Maar ik heb ook in die tijd gezien wat de kracht is van voeding. Wat de kracht is van suppletie. Wat de kracht is van positief denken. Mijn moeder was dusdanig slecht op een gegeven moment dat ze nog 38 kilo woog. Jemig. En dat we in het ziekenhuis kregen dat de arts haar nog 1 tot 3 dagen te leven gaf. En hij zei toen van, ik stelde hem de vraag van,
wat gaat de reden van overlijden uiteindelijk worden? Hij zegt verstoring van de elektrolytenbalans. Ja, goed, vanuit mijn kennis, vanuit de bodybuildingwereld, ja, we deden niks anders dan manipuleren van de waterhuishouding. Dus het leek mij simpel op te lossen als dat de doodsoorzaak zou zijn. Dus ik zei, waarom doe je niet dit met kalium en natrium? Waarvoor ga je niet het manipuleren? Nou, dat was allemaal onzin, wat wist ik ervan. Zij zegt, laat je moeder maar hier, want ze gaat dood. Ik zei, nou, als ze dood gaat, dan bij mij thuis. Maar ik ga het wel proberen. En lang verhaal kort, ik ben gewoon alles wat ik vanuit de praktijk geleerd had op haar gaan toepassen. Qua voeding, manipulatie van de elektrolytenbalans. En mijn moeder heeft gewoon nog 6 of 7 jaar geleefd. Daarna, ja. En kwaliteitsjaren dan toegevoegd. Met weliswaar een tumor in het lijf, maar die wel een soort ingekapseld zat in bindweefsel. Door eigenlijk de reactie van haar eigen immuunsysteem die gewoon de vijand ging insluiten. En ik weet nog dat ik een speciaal ziekenhuisbed had geregeld met haar met een speciale matras. En om aan te geven hoe slecht ze naartoe was, mijn moeder ging wat bij mij. Toen zei ze, er ligt een voorwerp onder mijn billen. Maar dat was gewoon het staartbeen dat door de botten heen stak. Zo mager was zij. Nee, je kent die beelden wel, weet je, van concentratiekampbewoners. Mm-hmm. Ja, zo zag haar lichaam eruit. Dus van hoe ver zij kwam. En uiteindelijk met al die interventies van voeding, beweging, slaapmanagement, mentale skills, ademhalingsoefeningen, noem alles maar op. Alles wat ik aan kennis had opgebouwd in die jaren, ging gewoon toepassen op haar. Ja, en dat heeft gewoon jaren van het leven opgeleverd. En dat niet normaal. Is ook de les, wat is de les die je eruit kan trekken van denk breed. Laat je niet alleen beperken tot reguliere hulp, maar er zijn ook altijd nog wel goede alternatieven. En vooral om gezondheid holistisch te benaderen, maar ook ziekte holistisch te benaderen, kunnen we zoveel meer bereiken dan we tot nu toe doen. Ja, dat zou je denken dat in 2023 die les toch wel doorgedrongen zou moeten zijn. Maar geloof me, ga maar kijken in alle ziekenhuizen. Als je kijkt hoe de voeding interventie is bij chemopatiënten, schrik je kapot wat voor rotzooi ze krijgen. Mm. En ik heb daar ook in de podcast een keer een verklaring van gehoord van een begeleidende arts. Nou, dat was zo zwak. Mm-hmm. Er zat zoveel lek in. Ja, een lichaam wat doodziek is, moet gewoon, ja, mijn inziens simpelweg het beste van de beste. Ja, sowieso. Het beste van de beste. Mm-hmm. En je hoeft geen professor te zijn, denk ik. Maar gewoon de aanwezigheid van gezond verstand zou je toch wel dat inzicht moeten geven. Van ja, dat we dat wel op een andere manier zouden kunnen benaderen. Weet je, en veel meer ook daarin samen zouden moeten werken. Ja. Dus dat is wel een hele belangrijke les die ik meegenomen heb. Dat, dat snap ik dat je die daaruit hebt gehaald, ja. Ja. Ja, bijzonder. Ja. Ik heb enorm genoten van dit gesprek. Ik heb superveel respect voor de dingen die jullie aan het doen zijn, die jullie de afgelopen jaren gedaan hebben en ongetwijfeld ook waar jullie naartoe gaan. Zeker. Heel erg bedankt voor het aanschuiven. Nogmaals, ik heb genoten. Ik hou jullie nauwlettend in de gaten de aankomende periode. Ik ben benieuwd wat de toekomst gaat brengen voor jullie. Zeker. Top. Goed? Dankjewel. Dames en heren, jullie ook weer bedankt voor het kijken en voor het luisteren. Vergeet niet te abonneren, te liken en te reageren. We zijn lekker aan het groeien nogmaals. En dat kan niet zonder jullie support en engagement. Dus blijf dat ook vooral lekker doen. En dan zien we jullie weer bij de volgende. Ciao!